Hallo, good morning. Ik weet het, ik zie er niet uit. Maar ik wilde heel even vertellen dat ik dus weer vanaf 4:30, 5 uur wakker lag. En ik heb niet meer geslapen. Het is nu 6:30 en ik ga maar gewoon opstaan. Want ik kan gewoon niet meer slapen. En ik moet echt wat binnen hebben. Dus ik ga nu mijn havermout shake drinken. Ik wil niet dat je gaat. Ik wil niet dat je laat is, blijf bij mij. Aan die kant van de straat, daar zat mijn basisschool, de Theo Thijssen school. Helemaal aan die kant. Ja, we moeten nu de andere kant op. Hey, een plek! Nou, hier pas ik wel in hoor. Als ik hier niet in pas. One hour later. We did it again. Ik heb weer geparkeerd in de Jordaan. Het is wat, hè? Pas je op? Ja. Oké. Zoals laat zien waar mijn moeder woont. Het is in een hofje. Dat is echt super leuk, heel schattig. Ja. Hey. Ja. Dit is het hofje. Zo, die heb ik afgezet. Oh jongens, wat een weer. En nu naar mijn afspraak. Wow, het regent nog steeds. Wat echt een superleuk gesprek, heel interessant. Leuke samenwerking komt eraan. Ik was laatst trouwens ook al in dit gebouw en dat was toen voor Transavia. En nu voor mezelf, ik ben helemaal enthousiast. Het kleine huisje, super klein, super schattig. Die stoelen vind ik echt leuk. Heel leuk. Het is hier zo knusjes. Mam, ik doe even naar een home tour. Dit was de home tour. Dit was de home tour. Kijk eens wat een leuk schattig keukentje. Oh, zo schattig. Mijn moeder is alweer verdwenen uit beeld. Weet je wat ik vind van Pluk van een Pet Flat? Van de film? Wat? Ik vond het boek veel leuker. Echt? En toen ik de film zag, dacht ik, nou, dat had ik er nou helemaal niet van verwacht. Nou, ik vind de film veel leuker. Je hebt het boek nooit gelezen, volgens mij. Echt wel? Wel? Die met die haren, dat zijn de stampertjes. We hebben een leuk winkeltje gespot hier. Hè? Gezellig. Ja, gezellig winkeltje heeft u hier, meneer. Kijk wat een shirtje. Leuk, vind je die leuk? Ja, heeft u ook nog kinderkleding? Nee. Nee? Ja. Jojaatje is hier in slaap gevallen. Hey, ben je er alweer? Zijn we al. We zijn bij de berging. Om even dat bed op te halen. Oh. Jola die heeft natuurlijk al een paar keer heel enthousiast verteld aan jullie dat zijn haar vriendinnetjes morgen komen. Logeren. En die blijven logeren. En we hebben dus nodig het opblaasbed. Dus die ga ik even uit de berging halen. Nou, we zijn dus weer thuis. En eigenlijk zou ik nu een video gaan editen. Maar ik ben zo moe. Echt zo moe. Ik ga gewoon lekker even liggen. Eerst even wat eten en dan even liggen. Zo, lekker. 2 hours later. Nou, lekker weertje vandaag. En helemaal een lekker weertje om te slapen. Dus dat heb ik eindelijk gedaan. Heerlijk geslapen. Even, wat is het? Ik weet niet, 1 of 2 uurtjes. I really needed it. Je was wel 2 uurtjes weg hoor. Ja, maar ik heb ook even nog gewoon lekker gelegen. Ik hoop echt dat ik vannacht beter slaap eindelijk. Want dit is echt heel vervelend als ik dit ritme de hele tijd hou. Van in de middag slapen. Ik zou zeggen, wees blij tijd. Dat je niet in loondienst bent, schat. Dan was het nog veel lastiger.
Ja, dat was Je zou lastig. Eigenlijk een video moeten editen. Ik moest eigenlijk een video editen, ja. Dus ik loop nu weer achter. Maar goed, gelukkig heb ik altijd een klein beetje voorsprong. Dat scheelt voor dit soort dagen. Er was net ook gewoon keihard aan het stofzuigen een half uur. Helemaal buiten adem kwam ze boven. Ik zeg, vraag dat gewoon aan mij dan. Je bent zwanger. Oh, wow, dit staat nu gewoon on record, hè? Oeps. Ja? Huh? Dus? Stofzuigen. En Bart stofzuigen. Ja. Volgens mij heb je gewoon in Heb het wel eens gedaan, hoor. Eén keer sinds ik bij je ben. Je moet er gewoon van genieten dat je zwanger bent nu, schat. Dus dat je me nu dingen kan vragen zoals stofzuigen. Nee, maar jij was ook hard aan het werk, schat. Doe ik het aan mezelf. Jij was ook hard aan het werk. Dus keihard aan het werk. Ja. En we gaan nu lekker eten bij Jan Riel. En, waarschijnlijk wel vlees. Dat wel, ja, waarschijnlijk wel vlees. Maar we moesten vandaag 3 keer in de week vlees, dan 2 keer. Ja, afbouwen, hè, doen we. Ja. Goed uitgelegd, Jola. We bouwen het af, hè? Ja. Ja, oh, sorry, ik kan beter zeggen Elsa. Ja, mijn spuit. Nu kan hij ook niet spuiten. Hij zit niet op zijn echt. Ja. Maar Jola, dat kan dan wel gebeuren nu. Er zaten eerst dingen in wat een soort van ijs moest voorstellen. Ja, eerst had ik een soort van scheerschuim dat hij spoot. Ja, maar dat inmiddels heeft ze ontdekt dat hij het ook prima doet met water, hè? Nee, want die scheerschuim was op. Ja, daarom. Dus toen, omdat er stond op het briefje dat je ook met water nog kan spuiten. Oh, dat stond er zelfs op. Nou, beter toch? Beter. Hoe heten de cavia's eigenlijk? Geen idee. Oh. Dit is geen en die andere is idee. Dit smaakt ook heel erg mooi. Zo, we zijn even in de nieuwe IKEA-gids aan het kijken. Voor Jola de nieuwe kamer. Leuk, hè? Jola krijgt in de nieuwe kamer straks een andere kamer. Omdat wij de babykamer natuurlijk gaan maken. En dan krijgt zij iets van een hoogslaap of zo. Ja. Echt heel leuk. Het bureautje ook eronder, hè? Mm-hmm. Zo leuk, hè? Ja. Of die ook direct bij die aanslag betrokken was, maar dat lijkt niet zo. Nee. Edwin, en het dodental, is daar inmiddels al iets meer over te zeggen? Spaanse media melden op dit moment 13 doden. We gaan samen sporten. Ja, ja. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een tijdje geleden. Ja. Zoals we kunnen zien. Ja. Jola was het er niet mee eens. Maar die slaapt nu. En we hebben een cameraatje die haar in de gaten houdt. Dus kan best wel even snel. Overal camera's. Even 3 kwartiertjes. Hoppa. Dicht gaan. Ik vraag naar jou. Meneertje. Nog niet hoor. Ik ga nog even door. Niet voor niks geslapen vanmiddag. Ik heb dus bijna al het gewicht van alles op de helft en nog steeds is het zwaar. Maar dit is helemaal grappig. Die staat altijd op stand 1. En normaal pasten mijn benen hier gewoon prima in. En nu moet ik echt persen. Strange. Thank you.
Yay, yay. Super lekker gesport. Thank you for watching today. En Bart en ik gaan nog even lekker in bed lezen. Want de laatste tijd waren we steeds weer documentaires aan het kijken. Maar dan val ik zo halverwege in slaap. En dan, dan zijn we gewoon te laat aan het kijken. En dan val ik ook te laat in slaap. En ik hoop juist dat ik door dit sporten, want dat vind ik echt super lekker gaan sporten, gewoon lekker moe ben en goed slaap vannacht. Als ik vannacht goed slaap, dan werkt dit dus misschien beter voor mij. Om gewoon in de avond even te gaan sporten. Normaal sport ik eigenlijk altijd liever in de ochtend. Maar ja, misschien is het wel beter. En als ik goed slaap, dan is het goed. Morgen een drukke dag. Dan komen vanaf 10:00 ochtends de vriendinnen van Yola. En die blijven zelf slapen. Dus that's gonna be very busy for me. And you will see tomorrow more about that. Yes? Okay, later.